Goedenavond. We hebben vandaag helaas de kaap van 5000 corona-overlijdens overschreden in ons land. Er zijn 313 nieuwe sterfgevallen gemeld, 114 in ziekenhuizen, 199 in woonzorgcentra. En die brengen de balans nu op 5163. In de ziekenhuizen zijn 320 nieuwe besmette patiënten opgenomen. Allesamen liggen daar nu 5161 coronapatiënten, van wie 1140 op een afdeling intensieve zorg. Sinds het begin van de crisis hebben bijna 8000 mensen het ziekenhuis mogen verlaten. Het virus krijgt nog altijd mensen te pakken dus, maar de besmetting vertraagt duidelijk wel. De maatregelen werken. Dat valt af te leiden uit het reproductiegetal. Elk virus heeft een reproductiegetal en voor dit nieuwe coronavirus ligt dat tussen 2 en 3. Dat betekent dat één iemand zonder maatregelen 2 à 3 andere mensen besmet. En zo gaat dat uiteraard snel vooruit. Nu, met de maatregelen is dat reproductiegetal gedaald tot 0,8. En dan zie je dat één iemand niet iemand anders besmet, een beetje minder. En dat is uiteraard hoopgevend nieuws voor de verspreiding van de epidemie. Er is nog geen beslissing over gevallen, maar als we komende zomer niet naar het buitenland mogen, dan zou het wel eens heel druk kunnen worden aan onze eigen kustlijn. De badplaatsen proberen zich voor te bereiden, want een overrompeling is natuurlijk niet veilig met het oog op corona. Oostende denkt bijvoorbeeld aan een strandpas voor bewoners, tweede verblijvers en hotelgasten. Middelkerken wil gewoon iedereen verwelkomen. En vandaag hebben de kustburgemeesters alleszins voor een eerste keer vergaderd over hun aanpak. Een kustgemeente is niet gelijk. En ik kan echt wel collega Tommelijn begrijpen. Hij heeft ook een station dichtbij, zoals hier in Blankenbergen. Wij hebben heel veel mensen op een kleine oppervlakte op het strand. Andere collega's hebben meer een uitgestrekt strand. Vandaar dat we de mening zijn toegedaan dat we misschien eerst gezamenlijk gaan kijken van hoe we dat toerisme kunnen opstarten. En wij kustburgemeesters gaan daar zelf een voorstel voor maken. Wie van klussen of tuinieren houdt, die kan morgen weer terecht in de doe-het-zelfzaken en tuincentra. De Veiligheidsraad heeft eergisteren beslist dat ze onder voorwaarden weer open mogen. Er mag maar een beperkt aantal klanten naar binnen, afstand houden is verplicht. En er wordt gevraagd alleen te gaan en het winkelbezoek tot een half uur te beperken. Toch hebben uitbaters nog veel vragen en ook wel kritiek. We hebben het nog maar 2 dagen geleden gehoord dat we open mogen zijn. Het heeft ons ook een beetje verrast. Voor mijn part mocht het ook maandag zijn. Dan konden we fijn langzaam opbouwen en op weekdagen de drukte aankunnen. Nu is het opeens zaterdag. Mooi weer, middenseizoen. We verwachten wel een gigantische drukte. Dus ja, en de klanten verwachten het. Ja, nu doe-het-zelfzaken weer open mogen, willen ook meubel- en interieurwinkels weer klanten ontvangen. Met als argument dat ook zij tuinmeubilair verkopen. Uitbaters van meubelzaken zeggen dat ze de veiligheid perfect kunnen garanderen, bijvoorbeeld door alleen op afspraak te werken. De energieprijzen blijven door de coronacrisis dalen. Een vast tarief voor elektriciteit ligt nu gemiddeld 13% lager dan een jaar geleden. Aardgas zakte zelfs 23%. Energieregulator KREG zegt dat het een goed moment is om de prijzen van leveranciers te vergelijken en eventueel over te stappen. En koning Filip en koningin Mathilde hebben het regionale ziekenhuis van Luik bezocht. Ze willen het verplegend personeel steunen dat in moeilijke omstandigheden moet werken. Ze kregen ook uitleg over de uitgebreide voorzorgsmaatregelen bij onder andere de pakjesdienst, het laboratorium en de keuken van het ziekenhuis. In China blijken dan toch meer mensen aan de gevolgen van corona overleden te zijn dan tot nu toe officieel gezegd. De Chinese autoriteiten komen met nieuwe cijfers. In de stad Wuhan, waar de pandemie uitbrak, zijn de helft meer doden gevallen. Er komen 1290 overlijdens bij in de statistieken. Het totale aantal staat daardoor op 3900 voor Wuhan en voor heel China op ruim 4600. China kreeg al langer uit diverse hoek kritiek omdat het aantal coronabesmettingen en overlijdens in de statistieken onderschat zou zijn. Recent nog van de Amerikaanse minister van Defensie, Esper. I think we need to
get the Chinese government more on board in terms of working within the global system and being more transparent. Aanvankelijk werd de uitbraak van het virus zelfs helemaal verdoezeld door de plaatselijke autoriteiten. Nu de sterftecijfers voor Wuhan worden bijgesteld, ontkent de Chinese overheid dat er is gemanipuleerd. Intussen zijn er ook cijfers over de economische gevolgen van de corona-epidemie in China. Een krimp van bijna 7%. Dat is het slechtste resultaat sinds 1976, dus van voor de economische hervormingen in China. Straks om 7 uur hebben we het over de vrijwilligers van het Rode Kruis die helpen in de zwaar getroffen woonzorgcentra. Ze zijn met meer dan 1500 en ze worden vooral ingezet om aparte covid-afdelingen in te richten en kamers te ontsmetten. Bijna 90 rusttehoorden hebben al om die extra helpende handen gevraagd. Dat is voor straks dus. Bedankt voor het kijken nu. Ik wens u een heel mooie avond. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.